Je bent de jongste debutant toch ooit, hè? Ja. Van al die grote namen, ja, hè? Man. Is dat niet normaal? Ja, dat is niet normaal. Mag je daar trots op zijn? Ja, ben ik ook, man. Daar, ja, wel, ja, dik. Ja, ja. Wel dik. Zo. Is goed, man. Kom eraan. Pakken! Rustig, man! Ja! Dit schijnt weer buiten. Rustig, vriend. Goed met jou? Lekker. Hier water, moest van je vader. Gezond blijven, gezond blijven. Ja, toch? Je moet zo lang niet blijven, heb je niet? Dat is niet normaal. Wat, ja. Tegen. Kijk hoor. Hey, maar gisteren tegen Heracles, hè? Ja. Speelde je mee ook? Ja. Hey, maar wat zijn ze hier aan het doen, hé? Gewoon lampen ook op de toekomst. Ja, man. Niet normaal, hè? Dat was vroeger echt niet zo. Het is dramatisch, daarom. Ja? Ja, ze moeten een beetje fixen. Oh, hey. Vroeger was het gewoon... Hier is een school nu, hè? Ja. Heb jij hier ook op gezeten? Nee, dat is pas, toch? Dat was daar, man. Oh, zit hier achterin? Ja, je hebt eentje voor... Ik weet niet, Calan College en eentje voor Calvin College of zoiets. Ja? Voor de vrouw. Dit is volgens mij voor vrouwen. En die is voor andere school, zeg maar. Maar hoe lang heeft Ajax dat dan al nu? Niet zo lang, toch? Of wel? Al een paar jaar? 3, 4 jaar of zo. Oh, okay. Best wel lang, ja. Oh, dat wist ik niet, man. Vroeger was dat het... Hij moest even checken wie het was. Dat is werk doen. Dus. Mocht je maar winnen, of wat? Ja, tuurlijk. Ja, ik heb zijn tanden hier eens dan, kijk. Ja, man. Dus je moest vandaag langer blijven daar. Ja, ik moest gewoon een beetje herstellen, een beetje kracht doen. En ik heb een beetje last van mijn onderrug. Dus. Ja? Ja. Ik zit altijd zo op een stoel. Ja, relax gewoon lekker. Ja, relax. Nu voel ik er wel, man. Ik heb het ook in de auto zitten, ik had het zo. Dat relax toch, wat een chillen, lekker. Maar dus moet je een beetje behandelen toch? Ja, dus een beetje gecheckt en ja, ik voel nu wel wat beter. Ja. Hey, hoe is dat kunstgras, zijn? Wow. Vervelend, hè? Ja. Ik zweer, ik kan er niet tegen. Ik vind het ook niet lekker, man. Het is slecht voor je rug ook, hoor. Ja. Ik zweer het, vooral als je last van je onderrug hebt. Vroeger heb je niet zoveel op kunstgras gespeeld. Nee, meer gras. Volgens mij daar wel bij Heracles hadden ze toen al kunstgras. Ja. Maar ik heb nooit echt veel kunstgras gespeeld, man. In het buitenland kennen ze dat helemaal niet. Nee, dus alleen maar gras. Alleen maar gras. Ze moeten aanpassen, denk ik. Hier? Ja, ze moeten echt aanpassen. Gewoon. Elke Eredivisie club moet gewoon gras. Ja, tuurlijk. Ja, man. Dat moet toch ook? Zo ja. Beter. Zo ook eerlijker gewoon en zo. Ja. Je hebt nog geen auto, hè? Nee, ik ben nog 17, man. Ja, maar geen rijbewijs. Ik heb wel rijbewijs. Heb je wel rijbewijs? Ja, ik heb rijbewijs. Wil je rijden? Nee. Mag niet, joh. Krijgen we problemen. Eerst moet je allemaal inschrijven en zo. Ja, dat kan niet zo. Zo'n begeleiderspasje. Ja. Maar hoe is het verder, joh? Rustig, relaxed? Ja, mijn bij gaat goed. Lekker debuutje en zo. Ja. Dus debuutje 2 jaar al, hè? 2018 had je het. Ja? Vorig jaar. Oh ja, vorig jaar. Vorig jaar tegen PSV. Oh ja, ja. Dan worden we 3-0. Oh ja. Dat is zwaar? En, ja, het viel maar 8 minuutjes in of zo. Dus. Ja, maar toch, ik had ook... Het ging echt helemaal heen en weer. Ja. Maar ik viel maar 10 minuten in, maar ik was kapot. Kapot, hè? Ja, was door de zenuwen toch? Ja, PSV zakte gewoon een beetje in, dus... Ja, dat is niet zo heel veel te doen. Nee, dan had je meer in de aanval, had je meer de bal. Ja. Maar ik was gewoon zo, man, ik was echt helemaal kapot. Oh, maar het zijn lange dagen, man, dat je maakt hier nu op de toekomst dan. Ja, bij 1 niet zoveel. Nee, maar toen jij zeg maar jeugd wel, ja, hè? Ja. Je moest zeg maar, wat was het? Je komt hier om 9 uur of zo moest je hier zijn. Ga je trainen zeg maar. Ga je naar school, ga je eten. Ga je weer trainen, ga je weer naar school. Meen je niet? Ja, dat was vroeger. En dan van 9 uur op de club ga je pas 7 uur, 7:30 s'avonds ga je pas naar huis. Ja. Ja, dus. Ja, dat zijn lange dagen, hè? Lange dagen, man.
Wauw, vroeger was dat niet zo. Het was gewoon, toen kwam je ook met die busjes. Dat is ook niet meer met die busjes, toch? Dat ze je ophalen en zo. Nee, nu krijg je OV, man. Ja. Van Ajax, nu moet je gewoon zelf gaan. Zo, hé. Ja. En dan moet je helemaal naar Strandvliet lopen, want het is koud. Hoor. Ja, maar, vandaag ook naar Belmer, man. Ja, ja, naar Belmer, ja, zo. Maar jij woont hier in Belmer? Ja, ook in Belmer. Ja. Hoe is het met je broer? Ja, gaat goed, man. Jij bent Dordrecht nu, hè? Ik ben nu bij Dordrecht in de spits weer, dus... ja, ik heb laatst gescoord. Ja. Dus ja, gaat weer goed de kant op. Ja. Lekker, man. Lekker. Hey, en dingen dan? Hoe is het met die bankstel voor jullie thuis? Wie bedoel je? Die bankstel? Je hebt nog een nieuwe bankstel? Nee, man. Ja, hij is gewoon lekker. Nee. Ja, gewoon, je ligt ook altijd lekker te pakken. Ja, gewoon, ik ook, toch? Heerlijk. En dan ligt altijd zo. Ja, lekker. Netflixje? Netflixje, ja, altijd. En snappen? Je bent echt snapkoning, hoor ik, hè? Nee. Ik ben... Weet je wat het is? Nou. Snapchat, ja toch, oké, berichtjes, maar ik ben niet echt een snapper van film. Nee, niet van de selfie en zo. Nee. Je bent relaxed wel, hè? Ik ben relaxed wel. Thuis ook, hè? Ja. Toch gewoon chill. Kalm. En je broer, is die druk, hè? Ja, is ook wel relaxed, man. Ja? En hoe is je pa? Ook relaxed, man. Ja, oké. Ja, is ook oké. Je pa is ook rijden, toch? Ja. Wel leuk, man. Ja, maar dat is wel relaxed. Is dat jij een relaxed man? Ja. Ja, ik hou wel van zoeken. Ik heb een beetje gelezen zo over hem. Ja. Ja, maar wel lekker streep. Ja, zeg gewoon waar het op staat. Ja, dat is mooi. Gewoon als jij gewoon een gesprek met hem aan gaat dat gewoon ook gewoon relaxed zo met hem. Ja. Ja, dat is goed. En maar tegen wie scoorde je nu dan? De eerste? Tegen Ter Haven of zo? Was dat die amateurs? Ter Werven? In de beker. Dat was de eerste goal, hè? Ja. Was voor de beker, ja. De beker. Maar die tellen we niet mee, toch? Ja, nee. Nee. Was, hoeveel werd dat? 8-1 is. Dat was gewoon een trainingspartijtje. Maar toen scoorde je tegen wie? Scoorde je nu in de eerder Vitesse? Nee? Ja, Vitesse scoorde ik ook. Ja. Maar. De allereerste? Was ADO Den Haag. Dat was je debuutgoal, hè? Ja. Zo. Zeggen nou veel mensen tegen jou van dat jij vergelijkt jou met Rijkaard en zo? Of niet? Ja, misschien in de media, maar mensen om me heen. Hoe kan dat? Je bent 17 nu? 17, ja. En zo sterk en zo... Dat is ongelooflijk, hè? Dat is niet zeg maar zoiets, hè? Je bent de jongste debutant ooit, hè? Ja. Van al die grote namen, hè? Ja, is dat niet normaal? Ja, is niet normaal. Mag je daar trots op zijn? Ja, ben ik ook, man. Daar, ja, dik. Ja. Wel dik, zo. En dan ook nog scoren? Ja. Ja. De jongste scoorde een doelpunt te maken ook van Ajax. Dat was tegen Ter Werven. Ja, Ter Werven. Oh, ja. Dus die tellen we wel. Ja. Die draaien we terug. En doe je een beetje computer en zo? Wat doe je? Of doe je geen... Ja, nu heb ik... Onlangs heb ik wel een spelletje gekocht. Call of Duty, dat speel ik wel. Oh, Call of Duty. Maar ja, ik zeg je eerlijk. Ik geef het nu gewoon toe, weet je toch. FIFA. Onder mijn broers en zo ben ik wel de beste. Maar weet je toch. Bijvoorbeeld als ze bij Ajax spelen. Je hebt toch gewoon zo van Kenneth Taylor. Ja? Ja, die is goed? Hij is wel goed. Oké, als ik bij Ajax speel, je toch, dan speel ik gewoon. Ik ben gewoon rustig, speel ik gewoon niet, je weet toch. Ja. Anders ga ik zomaar schande pakken voor je. En wie is goed bij Ajax met FIFA? Ja, je hebt, Kenneth is wel goed. En Ziyech? Of kan die ook niet? Ja, ik heb nooit tegen hem gespeeld. Promes heeft altijd wel praatjes. Ja? Gewoon best praatje maken. Mooi vent, jongen. Ja, maar is die goed ook? Met die, Ja, hij kan wel niet meer spelen. Wie is dan de grappenmaker in de kleedkamer? De grappenmaker? Ja. Wie is altijd druk en zo? Promes? Je hebt bijvoorbeeld Bruno. Die, ja? Hij is echt druk. Die keeper? Ja, die keeper. Hij is druk. Okay. Hij is ook wel grappig. Ja, Quincy is toch ook wel een leuke sfeer. En even kijken, die spreekt Engels toch, die keeper dan? Ja. Jij spreekt geen Engels toch? Mijn Engels is niet zo goed, ik ga je eerlijk toe. Ja? Nee? Het is niet zo goed, man. Ah. Nee. Dus dan moet je wel gaan leren, jongen, als je binnenkort naar het buitenland gaat. Ja, man. Moet je toch Engelse lessen gaan pakken? Ja. Ga je nu nog naar school? Nee. Ja, je hebt gewoon een bijles of zo. Ja. Moet wel, je hebt een beetje bij je. Ja. Ja, je moet ook voor je anders deel dan doen, toch? Ja, nu is het gewoon trainen, hè? Toch? Trainen in de ochtend en daarna gewoon een beetje chillen. En, ook voor jezelf trainen, een beetje, maar voor de rest. Train je voor jezelf, ja? Ja. Oh, netjes, man. Wat doe je dan? Gewoon een beetje fysieke krachttraining en gewoon looptraining.
Netjes, man. Zo, ja, en zijn burger ben je begonnen, hè? Ja, ja, ja. Ik heb vroeger veel tegen zijn burger gespeeld met Ajax, jongen. Oh, hard en uit, jongen. Altijd erop, hè? Vaak verloren? Nee, volgens mij niet. Nee? We hadden best wel goed elftal, maar het was wel. Weet je, als je daarheen moest, dacht je van. Oei, moet zijn burger uit. Het is niet makkelijk. Dus je speelde zeker altijd ook beeld. Ik? Beeld, gewoon hun. Oh, hun? Ja, 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 schoppen toch? Schoppen en ja, kort erop en dan. Altijd die praatjes en zo was allemaal, ja. Die Amsterdammers toch. Hé, schop je nou toch? Ja. Je wil ook nooit verliezen toch? Nee. Nee, zijn burger was wel mooi, hè. Was wel mooi tegen te spelen. Ja, man. Echt wel. En wat zijn je plannen, toekomstplannen? Hoe lang ga je bij Ajax blijven? Of kijk je niet gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, wat is je plan? Voor, kijk, nu. Je blijft nog zeker een paar jaar bij Ajax. Ja. En dan, wat wil je daarna? Wat zou je mooie competitie vinden zo? Mooie competitie. Engeland? Ik hou wel van Spanje, man. Ja? Ja. Spanje, ja? Ik vind het voetbal echt mooi, man. Ja, het is mooi. Ook al bijvoorbeeld die kleine clubs daar. Elke speler heeft bijna techniek. Ja. Daar hou ik wel van, man. Is daar wel voetballen, ja? Ja, daar is wel voetbal, dus. Dus daar niet lopen en dit en dat. Nee. Spanje is wel mooi, man. Ja, je krijgt daar meer ruimte om te voetballen ook. Dus ik hou wel van Spanje, man. Ja. Lekker weer zo. Ja. Naar Engeland, altijd dit weer. Nee, ja, dat is niks voor mij. Dit is niks waard, hoor. Vandaag. Ja. Vandaag. Ja, zeg maar, de wissel doen wel wat extra's buiten. Die komen naar binnen. Ze zijn helemaal stijf nat, man. Ja. Schoenen, alles. Ze willen me hand geven, want anders gewoon koud, nat, alles, man. Ze willen me een stressknuffel geven en dingen. Dat is niet normaal, joh. Ben jij een beetje van ouwe, of ben je rustig? Nee, ik ben wel rustig. Ja? Durf je al wat te zeggen in zo'n kleedkamer? Ja, wel. In het begin, hoe was dat in het begin? In het begin was ik wel. Ja, er is het toch? Ging je kijken van, ik durf niet. Nee. Ik ken dat precies, jongen. Vroeger, ja, ik denk dus bij iedereen is zo. Ja, toch? Maar vooral op zo'n leeftijd, als je 16 bent, dan ben je gewoon kind toch, hè? Ja, ja. Je bent echt kind nog. Bijvoorbeeld Klaas-Jan, dat is 2 keer mijn leeftijd. Ja, ja, ja. Dat is niet, ja. Wat moet je kan bijna niks tegen hem zeggen, bijvoorbeeld. Wat zegt hij? Is hij bij de hand dan? Nee, toch? Nee. Maar je durft zelf niet. Maar zelf durf je echt wat tegen hem te zeggen. Ah, want ik herken dat precies. Dat kom je bij het eerste en dan durf je niks zeggen. Dat is een chappie toch? Ik zit gewoon rustig in de kleedkamer. Yeah. Ik kijk gewoon om me heen wat er gebeurt, maar voor de rest. Ging ook, wat zei tegen Klaas? Alles goed met u? Nee. Dat zou echt nee. Maar. Wat zei tegen Klaas? Hier is je wandelstok. Dat had je moeten zeggen tegen hem, man. Dus dan was je gelijk binnen geweest. Hey Klaas, pak je wandelstok, ga naar huis pikken. Hij zou niet meer tegen me praten. Nee, oh, mooi. Hè. Ja, maar dat is wel. En dan krijg je te horen toch dat je zeg maar bij het eerste mee moet trainen. Hoe was dat dan? Dat je te horen kreeg van oké, nu krijg ik te horen van dat ik morgen bij het eerste mee moet. Dat was niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. Ja? Yeah. Toen hadden we een wedstrijd tegen AZ zeg maar, toen zat ik in de onder-19. Ja. Yeah. En toen werd ik eerder eruit gehaald omdat ik met 1 mee moest trainen zeg maar. Ja, toen was ik 15 man. Je was 15, toen ging je met het eerste mee? Ja, 15 was ik op. Toen trainde ik 1 keer, was een beetje eind van het seizoen. Ja. Toen trainde ik met hun mee, zeg maar. En ja, toen ik dat hoorde, was ik wel erg blij. Ja, blij, maar ook zenuwachtig. Zenuwachtig, ja. Zeg maar, bij Ajax, als je in de onder-19 zit, moet je eigen kleren meenemen. Uh-huh. Maar toen, je krijgt lekker, je gaat naar daar, je had je mandje op. Ja, je gaat lekker in de kleedkamer wachten, maar je denkt ook van, hé, zo, sta ik wel op het veld bijvoorbeeld. Die tijd was het Matthijs en zo. Ja, ja, ja. Kim, Frenkie en zo. Ik denk wel van hé. Ja, ja. Had je ook wel eens die momenten van dat je die bal kreeg en je denkt gewoon simpel spelen? Ik denk gewoon deze. Echt een beetje, niet aan mij. Ja, hè? Gewoon rustig overspelen toch? Mijn trainer maakte hem ook expres vrije man. Dat wist ik nog in positiespel, man. Oh ja? Dus ik moest wel, kon niet jou. Dus je kon niet verschuilen? Ik kon niet verschuilen, maar je moest gewoon ja, vrij lopen, ook die bal vragen. Ja, op zich ging het wel goed. Nou, dus, dat is misschien wel het beste. Ja, wie was toen trainer? Ten Hag nog. Ook nog Ten Hag? Ten Hag zit hij al zo lang daar weer? Ja, man. Tijd vliegt echt voorbij, man. Ja. Kijk, die man heeft in zijn broek gescheten. Kijk waar hij loopt, man. Of hij is dronken of hij heeft een ongelukje gehad. Jeetje, Mina. Nee, maar dit is erg.
Dus je woont nog wel thuis natuurlijk? Ja, ja. Vriendin? Ja, ook. Ja? Ja. Lang al? 2 jaartjes. 2 jaar? Ja. Oh. Netjes, man. Ja, man. Dus alleen maar pindakaas eten, niet? 2 jaar dezelfde broodje pindakaas. Kan ja, man. Ja, hè? Ja, moet wel. Ik kan niks anders doen, weet je. Jezus, er staat wel veel politie hier. Ik heb met jou hier een, gelijk allemaal politie hier in Diemen. Kan dat niet, man? Mijn buurt ben je veilig. Ja, hè? Ja, ja. Zuidoost, bel me. Zuidoost, bel me. Ja. Maar ik hou ook wel van Diemen. Mijn broer woont hier ook. Woont je broer hier? Ja, ja, hier in de buurt. Ik heb hier ook gewonnen. Ik kwam toen hier, toen ik bij Ajax kwam in de C1, kreeg ik hier met mijn moeder kreeg een appartement in Diemen. Oké. Ja, dus dat was nog dichtbij. Ik gewoon, had ik nog zo'n Citaatje. Die ken je niet eens, man. Nee, man. Cita. Oh, die mensen weten wel wat ik het over. Cita, zo'n snorbrommetje was dat. Dat was helemaal hot. Ja? Ja, dan ging ik zo via de Belma, hup, naar de Arena. Ook in dit. Ja, in man. Dit. Ja, moest wel, hè. Ja, of ik ging met. Ging naar Amsterdam Station en dan pakte ik de metro daar. Ja, man. In heel zelf toch? Ik? Ja. Jeugd elf toch? Ja, jeugd elf. Ik zit nog, aan de andere kant. Gaat Nederland zelf al wat bereiken, denk je, bij EK? Ja, ik heb er wel vertrouwen. Ja? Denk je dat ze winnen? Ja, of dat ze ver komen? Ja, ik denk wel. Ze kunnen wel winnen, denk ik. Ja, ze hebben laten zien in die kwalificaties dat ze gewoon grote landen ook kunnen verslaan. Dus, ja. Wie zou je in de spits zetten? Want die ding is, de paai is geblesseerd. Misschien komt hij wel op tijd terug, maar toch. Denk je dat hij het gaat redden? Hij is wel sterk en zo, maar ja. Hij heeft dan wel een wedstrijdritme heeft hij nodig. Ja, dat wel. Malen, ook geblesseerd. Ook geblesseerd. Malen. Tegen wie heb jij gespeeld in die jeugd, zeg maar, die nu nog bekend zijn in de Eredivisie? Niet veel, Mootje. Hè? Wie? Yatare. Oh ja? Ja, zelfde leek. Sinds de F1 speel ik al tegen hem. Meen je? Van de 9, ja, spelen we al tegen elkaar. Hij is goed ook, hè? Ja. Ja, mooitje, ja. Maidon ook. Ja? Ja, Boadu. Ja. Hij speelt ook in de jeugd bij Ajax, hè? Nee, AZ, man. Alleen AZ? Alleen AZ. Oh, ik dacht hij bij Ajax heeft gespeeld. Hij speelde volgens mij bij Buitenvelde. Toen speelde ik ook al tegen hem in de jeugd, man. Was hij toen ook al goed? Toen was hij 3 meter langer dan ons, man. Ja? Ja, hij was wel sterk, jongen, die toch, man. En hij is een Afrikaanse jongen, niet? Ja. Kijk, ja, hij gaat gewoon door. Hij gaat gewoon. Oh, hij stond ook verkeerd. Moet je echt door? Hij had toch gelijk. In ieder geval oordelen, ja jongen. Dus ja, Nederland maakt wel kans, ja. Ik denk wel dat ze heel ver komen. Want wie hebben ze nou? Oostenrijk? Tsjechië nog, geloof ik. Nee, niet Tsjechië. Ik weet niet eens meer wie. Ik weet ook niet eens meer. Nee, maar. Maar ze hebben niet zo'n sterke pool. Nee. Nou, dan moeten we tegen die grotere landen. En jij hebt nou zo'n karretje zeker, hè? Hoe noemen ze zo'n karretje? Biro. Heb je die? Nee, man. Mijn pa houdt me steeds op. Ja? Ja, man. Hij brengt je in de hand? Mijn moeder zo. Oké, dus ja. Het was vlakbij, toch? Ja, gewoon 5 minuten varen. Moet ik je thuis afzetten zo? Ja, man. Oké, dat is cool. Zet ik je wel even thuis af zo? Hoef je vader je niet op te halen? Niet op te halen. Kan je pa lekker op de bank blijven liggen? Hij appte me nog. Ja? Ik kan Andy niet thuis zetten. Ja, tuurlijk. Ja. Moet je toch vragen, jongen? Is toch geen probleem? Zo, we rijden alweer 20 minuten, hé. Godsamme, ik had al thuis kunnen zijn. Je bent wel langzaam, man. Shit, hé. Hey. Ja, 1:30 ben ik er. Godverdomme, 3 uur komt hij de auto weer lopen. Ik krijg gewoon last van mijn rug, hè. 1:30 wachten. Hoe lang heb je nog? 1:30 uur? Ja, ik heb wel... Kijk, ik was 1:30. Jij zegt tegen mij 1:30, 2 uur. Ik ben altijd op tijd en zo, hè. Dus ik haat als iemand te laat is en zo. En ik zelf ook. Ik kan niet tegen als ik te laat kom. Ik kan er ook niet tegen, man. Overigens ben ik wel altijd, ik ben niet altijd op tijd, man. Ik zeg, nee. Hoe kan dat toch, jongen? Ben je gewoon als ik met vrienden afspreek, laat maar zo. Ja, ik zeg zo, dan ben ik wel op tijd, man. Als ik met vrienden afspreek, bijvoorbeeld Myron. Zo, met hem moet je geen afspraken maken. Ga je met hem om? Ja, ik ken hem goed. Ja, je moet hem even, ik app met hem ook, maar voor in de auto toch? Zegt hij, ja. Vrijdag wakker. Dus ik had het verkeerd begrepen van laat maar gaan toch? Ik zeg oké, hoe laat? Hij zou gedacht hebben, mijn god in de rondom. Moet je even zeggen tegen hem? Wel, stuur ik hem, ja. Dus je gaat met hem wel om, ja? Ja. Zeg maar, als je met hem een afspraak maakt, oké. We zijn
zeg maar om, laten we zeggen, 3 uur in de stad. Komt hij om 4 uur, alle 5. Nee. Ja, ja, ja. Jongen. Maar je weet het. Hij slaapt veel, hè? Zou wel veel slapen, die gek. Hij is druk met meisjes, dat kan ook. Extra conditietraining. Wild, man. Wat doen we? Ja, hij doet het goed, man. Alleen dit begin tweede seizoen helft het niet zo goed, hè? Ja. Godsam, hè. Dan moet je gaan scoren, man. Ja. Volgens mij heeft hij de oogklep op of zo. En wat doe je een beetje na het voetbal dan? Na het voetbal? Ja, wat zeg je als je, zeg maar, als je thuis komt? Dan ga je een bakje. Ja, dat is zelf bang. Maar ja, ik ben gewoon, ik weet. Soms ja, ik spreek gewoon af met mijn broer. Nee. Of ja, met mijn vriendin. Of met vriendin. Ja. Maar ik doe niet echt zoveel of zo. Ja, lekker je rust pakken. Dat is goed, dat is belangrijk. Als je veel traint of veel wedstrijden speelt, moet je gewoon je rust pakken. Maar je bent wel een modemannetje, hè? Je houdt toch van mode? Nee, ik had toch gehoord. Ik ben relaxed. Oh, ja, wat heb ik? Spijkerbroekje. Ja, een klein jasje. 500 in en zo. Ja. En wat ik ken die auto die hier rijdt. Ja. Ik vind het ook mooi. Ja, wij maken het niet uit. Nee, maar wat had je gekocht bij je eerste salaris? Wat ik had gekocht? Ja. Ging je ook niet checken van hebben ze dan gestort? Eerst, ja, zeg eerlijk. Ik wel. Hebben ze dan gestort? Nee, ik zeg eerlijk. Ik wel. Wat heb je gekocht bij je eerste salaris? Ik weet het niet eens meer. Gewoon kleding denk ik of zoiets. Ja, ik ook wel. Ja, ik weet het niet. Kleding. Of nee, ik weet het nog. Zo'n gamecase. Oh jee. Yeah. Wat je mee kan nemen, zeg maar. PlayStation of zo. Ja. Was dat de eerste? Ja? Van je Ajax geld. Ik wou het zo graag. Hij is aan het gebruiken nog niet eens meer. Nee, hoe lang contract heb je nog? Volgend jaar laatste jaar. Ja. Je bent nu in gesprek, dus. Ja, we zijn bezig. Dus intenties zijn daar wel. Ja, ja. Je moet even kijken waar die comma komt. Dan kun je gewoon zeggen: ja, is goed. Dan doen we even tekenen, bijtekenen. 5 jaar. 5 jaar. De salarissen zijn wel hoog nu, hè, hier bij Ajax. Oh, ja. Ajax heeft ook. Veel geld. Is wel veel geld gekregen, hè? Ja. Zo, dat is wel mooi. Dus je bent nu in gesprek. Wie is jouw Raiola? Ik ken Mino al lang, man. Ja, hij is aardig deel. Af en toe bel ik hem wel, heel af en toe. Vaak. Woon je hier? Ja. Dingen woont hij ook. Weet hij van Utrecht? Weet hij nou? Die bij Ajax heeft gegeven. Emanuelsson. Woont hij hier ook? Hij woont hier, man. Ja? Ja, die is jouw buurman. Dat wist ik niet, man. Hij is altijd die gozer die s'nachts bij jou probeert in te breken. Ja. Hij woont hier, ik zweer het, die woont hier. Ja? Ja. Dat zie ik niet eens, man. Maar je hebt nog geen auto? Je hebt nog geen auto van de club? Pas toen ik 18 ben, man. Ja. Maar je vader kan toch rijden? Ja, dat wou ik ook doen. Ik dacht, ja, heb ik mijn rijbewijs ook? Ja, ik moest alleen zo. Oh. Ja, maar je hebt toch je rijbewijs, dan kan je vader toch rijden voor jou? Ja, die kan je toch op dat pasje zetten en dan kan hij rijden? Van de club, zeg maar, krijg je pas auto. Omdat ze het op jouw naam, zeg maar, moeten zetten. En dat mag pas als je Oké. Dus anders had ik nu al lang auto. Ja, dat kan. Dat kan. Wie is de, zeg maar, de speler die jou heeft opgevangen, die je bij het eerste kwam? Wie heeft zeg maar, jou een beetje weggewezen en zo? Wie was aardig voor je? Hakim, man. Hakim? Ja. Hakim is wel, dat gaat wel goed om. Oké. Hakim. Hakim is zo. Ja, hè? Ja, dat is een auto heeft hij. Niet normaal, hè? Die Lambo. Als je die even gas in trap. Ja, dat is ongelooflijk. Dan moet je gelijk denken. Dan woon jij hier in de buurt. Dus, dit was vroeger allemaal flats. Dit was allemaal flats. Ja. Ze hebben het allemaal weggehaald, man. Het is allemaal. Ze hebben heel veel mensen die hier woonden. Die hebben ze naar de Almere laten verhuizen. Zo. Verder wat door? Ja, waar die bus is, zeg maar naar links. Oké. Die hebben ze allemaal verplaatst hier. Ja, die waren allemaal flats. Ja. Ja. Maar ik woon hier ook niet zo lang. Nee? Nee, ik woonde vroeger op Tuinburg. Oké. Ja. En nu hier? Waarom ben je hier verhuisd dan? Zeg maar naast. Wat is die race road voor jou? Ja. Ja, hè? Ja, hè? Flikker. Ja. Zo is dat jou ook, hè? Ja, die zijn dik, hoor. Ja, man. Oh, dus hier staat je auto. Ja, man. Dus je vader die. En laat die Mercedes maar zitten, dan. Dat is veel mooier. Dus je vader rijdt hier in die auto en die brengt die jou. Ja, man.
Nou, lekker. Waar woon je dan? Die scooter is ook voor jou. De Vespa. Top man. Ja, heb je shit? Nee, ja, ik wel. Ja, van jou heb ik altijd shit. Top man. Je moet even tekenen. Maar een tekening is niet zo mooi. Dat maakt niet uit joh, als het maar geld waard is. Hé, hey, luister dan. Toppen man, doe je ding even. Bedankt man, dat was gezellig. Dat was echt gezellig man. Goeie gast. Neem je water mee, anders wordt je vader boos. Doe ze de groeten. Is goed man. Oké, okay, rustig aan. Is goed rustig man. Aan, rustig aan. Rustig aan. Ciao. Later. Later. Schijt weer man. Ja man. Hey mazzel. Ja jongens, dat is Ryan. Oh, relaxed gozer toch? Ongelooflijk eigenlijk. Hij is net 17. Met 15 mocht hij al meedoen bij het eerste. Dus ben je gewoon nog een klein kind. Dat is ongelooflijk. Dat zegt al genoeg. Leuk gozer. En ja, we kunnen deze kunnen jullie winnen. Ik moet even zeggen, ik heb een tijdje niks bekendgemaakt wie de winnaar is van de shirts. Omdat ik ben verhuisd. En ik dacht dat ik die shirtjes kwijt was, maar ik heb ze teruggevonden. Dus we gaan binnenkort bekendmaken wie de winnaars zijn van de shirt van Malen en zo. En ik had nog wel wat shirts allemaal. Dus hou dat even in de gaten op mijn Instagram en die van de Meiden 7. En dan komt dat helemaal goed. Nou, bedankt voor het kijken weer. En we gaan door naar de volgende. Yes, later.